Peter nee, doen we niet meer. D nee? Nee, de beginnen dat jij mij na. Moet je wel even in vol zin doen. Oké, okay. ik zit hiernaast. Ik zit hiernaast. Ik was in het begin leuk, maar dat je grappig gemaakt. En het is okay. verwarrend. Het is echt o verwarrend. Oké, okay, dit zit allemaal in. Oh, gaan we dit erin laten? Oké, okay, ja. ik ben Peter Bouwman. Ik zit daar Stom maar Hij presenteert het items. Dus ik hou nu mijn mond. Oké, okay. hi. Dit is uh, Dragon Ball Fighter. <laughs> Welkom. Welkom in, uh, in Dragon Ball. Ja, dit is de tweede keer dat ik deze game Dragon Ball zie. <laughs> <laughs> ja, de toon is weer gezet. Uh, de videopreview vanaf games kwam ook al. Daar ja. zaten, je, was, je was goed op dreef. En ja. ik, ik, heb, ik heb er twee gemist. Maar ik, ik had er ook al een aantal dat ik, dat ik je woordgrapjes wel meekreeg. het ja, was een goede Dragon Ball Z-View. Ja, het was een goede Dragon Ball Z-View, inderdaad. <laughs> ja, hands-on Z-View. <laughs> uh, anyway, ja, yeah, dit is de game. Uh, woordgrappen daar gelaten. Hey, even over deze game. Marcel zegt: Dit wordt de nieuwe game in esports. De like future is nu. Dit is, uh, en ik denk dat Marcel daar helemaal heel, uh, heel gelijk in zou kunnen hebben. Want dit is, uh, dit is uh, namelijk een fighter gemaakt door Arc System Works die eigenlijk uh, heer en meester zijn. Ze zijn letterlijk een soort van de super saiyans als het aankomt op vechtgenres. Uh, en dan vooral ook met het oog op uh, anime stijlen. En, en goed, dan komt Namco Bandai en die zegt van, hé, hey, wij geven Arc System Works gewoon eindelijk eens een keer de rechten tot Dragon Ball. Uh, en dan weet je dat het goed zit eigenlijk. Want dan krijg je eindelijk een fighter die Dragon Ball verdient. En ik weet dat de Dragon Ball fans zeggen van, Budokai 3 was ook heel erg sterk. Budokai 3 was ook prima. Maar dit is Arc System Works die echt Hele goede, sterke, gebalanceerde fighters maken. En dat maar ga je hier ook we... meteen zien. Maar die linker, dat is toch Naruto? Dat is inderdaad, uh, ja. Uh, One Piece, Naruto, Attack on Titan uh, anime, jongen. Inderdaad. Ja. Uh, voor, de, voor de mensen die niet bekend zijn met gamers net. Peter heeft het niet zo op anime. <laughs> hij, hij heeft altijd zoiets van anime. <laughs> ja, zeker, ja. Maar ik heb Dragon Ball uh, wel gezien. Ja. Vroeger op tv. Maar um, wa waarom is dit zo'n goede fighter dan? Uh, dit allereerst. Ik heb het idee dat, dat je het kan zien, maar je voelt het geheid. Als je deze fighter oppakt, je merkt meteen, het is ontzettend vloeiend, het is ontzettend uitgebalanceerd, de knoppencombinaties zijn heerlijk en er zit een heel heerlijk momentum in die game. Vooral het, uh, ik ben nu nog een beetje slecht, hè. ik moet het ook voor het eerst leren, het is de eerste keer dat ik games speel hier vanaf GamesCom. Uh, maar je, het pummelen, het, het vliegen, het uh, iemand de lucht inslaan. En dan vervolgens een van je andere twee teammaten hem weer tot de aarde neerdoen slaan. Dat is fantastisch. Je ziet het al een paar keer. Als er bijvoorbeeld assist in beeld verschijnt. Dat is dus dat je een van je teammaten erbij haalt. Ja. Je speelt namelijk altijd, of bijna altijd, een 3 versus 3 setup. Dus je hebt alle tweede teams, alle tweede spelers hebben drie spelers om, drie fighters om mee te vechten. Ja, maar die wisselen elkaar af, je kan ze niet tegelijk gebruiken. Nee, je kan ze niet tegelijk gebruiken, maar je kunt dus af en toe wel combootjes ermee maken ja. van uh, bijvoorbeeld met Maijin Buu schiet ik er een omhoog en ik laat dan even Piccolo langs gaan om, om wat extra damage te doen. Uh, Krillen is bijvoorbeeld ook eentje die kan uh, de, zijn teammates healen, dus als hij het veld in staat kan hij een soort van healing orb naar achter gooien naar een van de guys die offscreen zit. Is fantastisch. Nou, het, het is, het is heel vet Het uit. is een hele goede synergy. Het ademt wel echt Dragon Ball hoor. Ja, het, is, uh, het, het draait ook rocksteries 60 frames per seconde, maar het leuke is dat soms van die super moves die die dan dip de frame rate even naar 25 en dat doet het weet je dat klinkt dom maar dat maakt het meer zoals de anime dat is heel ja, vet is ja, eigenlijk ja. dat je, is zie, eigenlijk je, dat het je pc overbelast ja yeah, yeah. ja omdat hij gewoon zo lang moet chargen weet je ja. al je pc moet drie afleveringen lang chargen voordat hij een keer ervoor kan gaan ja. maar uh, maar nee ik, ik heb het idee dat je het heel goed kan zien het, ik 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 zweer in ieder geval je voelt het direct ik ben geen goede fighter ik ben ook niet een enorme dragon ball fan ik heb de serie wel tof gevonden maar ik heb niet alles gezien maar zoals je dit ziet dit is gewoon ontzettend vermakelijk vanaf moment één. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat het fighters genre volgens mij echt het makkelijkste genre is om games voor te maken. Nou, ja. Uh... raar dat sommige fighting games niet goed zijn, want het is echt, nou, laten we eerlijk zijn, dit animeren, dat, dat kan niet moeilijk zijn. Nou, ja, goed. Ja, dat zou je zeggen, dus maar... Vergelijk is... dit met een Skyrim of zelfs met een Call of Duty qua hoeveel... In zit, maar het draait wel veel meer om balans en ja, vooral absoluut. ook als je, als je gaat kijken naar ding, maar ja, maar vooral als je gaat kijken naar e-sports weet je wel. de ja. tekken de laatste tekken en de laatste street fighter waren aardig, maar zijn niet helemaal groot opgepakt en misschien is dit wel de volgende game die we straks op evo echt gewoon gaan zien knallen zeg nou, ja, maar. Het is wel een game wat heel erg leuk is om naar te kijken, ook vanwege al die animaties, maar wat ja, ik me dan voor de e-sporters gelijk afvraag, zit die daarop te wachten? E-sporters zijn vaak niet de meest geduldige mensen die hebben geen zin in. Eeuwige cutscenes en combos en ja, maar het gaat snel. Het gaat, het gaat razendsnel. Ja, vind je het snel? Ook voor e-sporters? Ik, ik denk dat het snel genoeg is voor e-sporters. Okay, het, is, het is Arc System Works. En die, die maken gewoon echt hele sterke fighters. Ja, het, het het is, noem even een game die ze hebben gemaakt. Ze hier. hebben Guilty Gear. zijn ze heel groot mee geworden. Maar dat zijn ze. hebben vooral franchises gehad. Tot dusver die vooral groot zijn in het oosten. Okay. En uh, Dragon Ball is toevallig dan wel weer zo'n IP. die ook in het oosten groot is. maar ook in het westen echt wel heel veel fans heeft. Ja, absoluut. Het leuke is ook dat ze dat ze gaan die fans ook fantastisch aanspreken. met de online lobby en de party match. Dat zijn modus die ik hier niet heb kunnen laten zien. Die waren nog niet speelbaar. Online lobby is echt een soort van wereldje. een kleine chibi-versie van de wereld. waarin je rond kan lopen. Je kunt stems neergooien. Je kunt daar. weet je wel vrienden maken, tegenstanders zoeken. en je oude, je oude gevechten terugkijken en zo. Dat is fantastisch. En de party match is al helemaal een feestje. want dat is dus drie. Feestjes drie maar dan echt met drie spelers versus drie spelers dat is wel echt tof. ja dat, dus dan moet je ook dan heb je één team captain die gaat zeggen van ik switch jou nu erin nou, dan moet je natuurlijk meteen je fightstick of je controller weer erbij pakken <laughs> oh shit oh moet ik moet, warmlopen warmlopen ja precies ja een beetje een beetje dat en dat dat het schreeuwt gewoon fun en dat ik, ik denk niet dat er heel veel fighters zijn die dat zo meteen oppakken van bam het is hier het staat als een huis het is echt het gaat superseren op het fight genre ja ja, ik ben het helemaal mee eens. Ik vind het, uh, het ziet er ook fantastisch uit. Ja, ja, alsof je daar een veel bekijkt. Ja, nee, absoluut. Dat en doen, dat doen ze fantastisch. Uh, het enige wat we nog niet echt precies weten is wat de story mode gaat zijn. Ze hebben iets maar er komt van... er wel in. Er komt een story mode. Uh, het gaat iets vertalen of het gaat iets gamebaar maken... wat nog nooit in de anime of in de manga heeft gezeten. Maar is het kennen? Het is, het, het, is, het is wel kennen. Okay. Het is, is officieel kennen, Maar ze geven Arc System Works gewoon de vrijheid om iets nieuws te doen. Ik weet niet precies wat het is. Het, het leek een beetje alsof het iets was met, met een soort van... Zombie fight versies van de fighters die we al kennen, of oh, wat zo? Vet. Een soort van... Dat zou ik wel leuk vinden. Ja, een soort van virus of zo wat over het hele planeet cool. gaat. Ik, ik weet het niet precies. Het was het nog een beetje onduidelijk, maar dat gaan we binnenkort allemaal ontdekken. En wat in de we nu ieder geval is het wel weten. natuurlijk om iemand zo lang mogelijk hoog te houden. Ja, dat is omdat Dragon Ball van nature al een heel erg verticale uh, serie is. Hun, hun moves zijn altijd best wel veel. Zweven, vliegen, de lucht inschieten. En dat, dat is dus ook een beetje wat je probeert te doen in deze game. En Die, die aerial combo's maken is echt ja. heerlijk ja maar dit, dit, het faalt wel een beetje nu je? Nou ja nu gaat het trouwens wel goed nee 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 ik ben krillen dus nee uh, ja, ja I know, yeah, you know, yeah. maar ik bedoel voor, voor het systeem ging het goed oh ja ja je je ja moet ja, iemand ja. gewoon lang in de lucht houden ja dat zeker heel voordeel, ja dat, als je een hele mooie combo daarmee maakt het, het is gewoon fantastisch om weet je wel iemand met, met 50 hits de lucht in te gooien en dan neer te laten slaan door een van je assists, je assist zeg maar is, ja, ja, je ja. gaat ook verder nu ja ja, ja ik ben hier, hier had ik op een gegeven moment de toetsencombinatie ontdekt van oh daarmee kan ik hem dus oneindig lang de lucht in slaan ja maar heb je ook dat je bijvoorbeeld net als in games als Injustice, of zo, dat je mensen uit het level kan slaan of naar een nieuw Deelte van het level? Nee, nee, nee. Het is wel vrij statisch. Er schijnen wel dingen te kunnen gebeuren op de achtergrond. Dat als je bepaalde combos doet die zo sterk zijn dat bijvoorbeeld al die rotsen natuurlijk allemaal omvallen, zoals in de anime. Uh, maar ik heb dat niet, niet kunnen, kunnen ervaren. Maar er schijnen levels te zijn waarbij het iets interactiever gaat met, met de omgevingen. Ja, oké. Okay. Nou ja, leuk. Ik, ik vind het een fantastische uitzien. En weet je ook wel iets over het, het roster? Hoeveel mensen, de, hoeveel characters er te kiezen zijn, hoeveel. ...arena's te komen of is dat allemaal nog niet bekend? Ja, dat is wel een beetje een dingetje wat voorlopig een beetje laag lijkt. Uh, je zag het roster al een paar ja, keer in beeld. Dat, dat en ook, ook, ook qua levels, er is nog niet heel veel at the moment. Maar de game moet natuurlijk in februari 2018 verschijnen. Dus er is nog wat mogelijkheid om het, om het wat op te, of in ieder geval aan te dekken. En natuurlijk, als dit een e-sport wordt, dan weet je natuurlijk dat er ook gewoon down the road na launch heel veel, heel veel updates zullen komen met meer fighters en meer uh, Super Saiyan vormen. Want bijvoorbeeld, wat ze wel op Gamescom hebben onthuld, is dat de Super Saiyan Blue varianten van uh, Goku en Vegeta erin zitten. Oké, okay, dat is voor de fans natuurlijk helemaal fantastisch. Ja, het is SSBSS Super Saiyan Blue. nog een keer super? Saiyan? Ik weet niet precies waar de afkorting van staat, het maar is komt heel op... super. Het is heel super, ja. het is super boven super. Eigenlijk wel. Het is best wel superlatief woord. Ja, superlatieve superlatief tekort. Ja. In deze hele anime, trouwens, volgens mij. Ja, nee, dat is sowieso. <laughs> Ik bedoel, dit is, de, dit is de anime die bedacht van... oh, we kunnen ook gewoon zes afleveringen lang iemand zijn kracht op laten laden. <laughs> ja. dat, dat, dat is best wel tof. Um, ja, goed. Voor de fans wordt dit natuurlijk gewoon fantastisch. Uh, dat, dat je hier lekker in rond kan gaan. Fighters kan wel gaan, gaan verzamelen. Het is wel om te zeggen dat het een e-sport wordt, want dat weet je gewoon niet. Dat, dat zeggen ze heel vaak, maar ja. voor, het eerst, voor het eerst zegt nu de ontwikkelaar en de uitgever zelf niet: van dit wordt een e-sport. Ja, en nu, nu zie top. je juist dat de experts zeggen dat van. Dit zou zomaar eens de nieuwe e-sport kunnen worden. De, het grote nieuwe toernooi op Evo. Ja, dat zou wel kunnen. Nou, bedankt voor deze rondleiding. Ja, bedankt voor, de, voor het luisteren naar mijn, naar mijn tirade over hoe fantastisch Arc System Works is. En ja. dat dit nu een ding gaat worden. Dragon Ball Fighter. Ja, met Dragon Ball zien jullie snel. <laughs> netjes, netjes. Uh, check de geschreven preview op gamersnet.nl. Alles over de Gamescom hands-on. En natuurlijk als de game verschijnt ergens begin 2018, februari 2018. Kun je dat natuurlijk allemaal vinden op gamersnet.nl. Bedankt voor het luisteren. Peter en, en lieve kijkers/luisteraar. Peter blijft stil. Ik, ik vind het nee, prima. Maar ja. niet altijd het laatste woord? Nee. In tegenstelling tot mij. Oeh.